Hallo en welkom terug op mijn kanaal. En we gaan vandaag weer kijken naar een van jullie favoriete video's. Mijn reactie op een bevallen met Bobby. Bevalling. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Plenny en ik werk als doula en geboortecoach in de regio Utrecht. En het is mijn passie om vrouwen alles te leren over hun aankomende bevalling. Zodat zij vanuit volledige vertrouwen en liefde hun baby op de wereld kunnen gaan zetten. Vandaag gaan we kijken naar een nieuwe aflevering en dit keer een tweelingbevalling van een aantal jaar geleden. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat er in deze aflevering gaat gebeuren. Ik ga jullie along the way mijn reactie geven op de bevalling waarvan ik denk dat iets beter zou kunnen, waarvan ik denk dat iets heel goed gaat. Dat ik eventjes uitleg geef waarom iets gebeurt. Dus we gaan gewoon lekker kijken naar wat er gaat gebeuren. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jij ook. Dus kijk vooral met mij mee. Heb je het trouwens nog niet gedaan? Vergeet je niet op mijn kanaal te abonneren. Want dit support heel erg mijn kanaal. En zorgt ervoor dat mijn content bij meerdere zwangere vrouwen terechtkomt. Die ik natuurlijk heel graag wil bereiken. Dus vergeet je niet te abonneren. Bobby is onderweg naar de eerste vrouw die haar steun goed kan gebruiken. Ik ben vandaag in Leiden en ik ga Samantha ontmoeten. En Samantha is zwanger van een tweeling. Nou, ik vind dat natuurlijk super spannend. En heel misschien gaat ze vandaag bevallen. Hallo! Hi, Samantha. Bobby aange. Nou, wat leuk dat ik hier zie. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Ja? Ja, 36 weken en één dag vandaag dus. Oh, wauw! We gaan het zien. Ja. En van? Van twee kindjes. Ja. Dat is wat leuk. De 39-jarige Samantha is moeder van twee zonen, Jaden en Brian. Ze heeft altijd een nog groter gezin gewild, maar krijgt de afgelopen jaren talloze miskramen. Wanneer ook haar relatie wordt verbroken, besluit ze een nieuwe poging te doen met een buitenlandse donor. En tot haar grote geluk raakt ze in verwachting van een eeneiige tweeling. Samantha geniet nog elke dag van haar zwangerschap, maar de artsen willen de kindjes toch vroegtijdig halen. Dit omdat ze één placenta delen en daardoor een verhoogd risico lopen op voedseltekort. Wat gaan we vandaag doen? Ze gaan zo, als het goed is, eerst even een echo maken. Om te kijken hoe ze liggen. Ja. En aan de hand daarvan gaan we plannen maken wat er gaat gebeuren. Nou, zullen we dan heel... Even een kleine toelichting hierop, want de presentator die zei dan... Zij willen waarschijnlijk de kindjes eerder gaan halen, omdat ze één placenta delen. En daardoor kans is dat één van de kindjes misschien te weinig voeding binnenkrijgt. Ik ben ervan overtuigd dat ons lichaam ook gewoon twee kindjes kan laten groeien op de placenta die ons lichaam daarvoor maakt. Ons lichaam zal niet zo snel iets maken wat niet kan. Net als met bijvoorbeeld te grote baby's. Dat hoor je ook heel vaak. Je baby is te groot, dus dat gaat niet passen door je bekken. Denk ik altijd, nou, de kans dat jouw lichaam een baby maakt dat niet door het bekken past, dat is best wel klein. Want dan gaan we eigenlijk tegen de natuur in. Ons lichaam zal niet iets gaan maken wat niet gaat passen, want dat is gevaarlijk. Waarom zou ons lichaam dat doen? Dus ik ben er bijna altijd wel van overtuigd dat ons lichaam het echt wel aan kan, echt wel weet wat het doet. En ook dit weer, ook hier bij de tweelingzwangerschap, dat het echt wel weet wat het aan het doen is en dat het echt wel dat kan. En weet je, als je dat advies zou krijgen van we willen de bevalling eerder gaan inleiden, want die en die reden, dan kun je altijd ook, als jij hier bijvoorbeeld zelf niet achter staat, dan kun je ook altijd zeggen van, nou ja, ik vind het dan prima om elke keer een echo te doen. Om te kijken hoe het met de kindjes gaat. Of naar de hartslag te luisteren van de baby's. Ik bedoel, bij tweelingzwangerschappen is er waarschijnlijk altijd een kindje dat iets zwaarder is. En altijd een kindje dat iets lichter is. Omdat de ene gewoon iets meer te eten krijgt dan de ander. Maar in principe moeten alle tweede baby's het natuurlijk gewoon goed doen. En als we via de echo's te zien krijgen dat ze gewoon allebei goed groeien en goed ontwikkelen, dan is het niet per se noodzaak om in te gaan leiden. En in Nederland worden tweelingbevallingen eigenlijk altijd medisch en bijna altijd ingeleid met zoveel aantal weken. Dus als je daar zelf niet achter staat, heb je daar altijd een keus in. En je mag altijd daarover in gesprek gaan met jouw verloskundige of gynaecoloog. Heel snel lekker naar binnen gaan. Ga lekker naar binnen. Oké, leuk. In het LUMC wordt de groei van de tweeling al maandenlang zorgvuldig in de gaten gehouden. Vandaag zal hun ligging bepalen of ze met een keizersnede gehaald moeten worden of dat Samantha ingeleid wordt. In dat geval mag ze via de natuurlijke weg bevallen. En dat heeft haar voorkeur. Nou. We gaan ervoor. Om hier. Schat. Jeetje, het is toch altijd wel eventjes spannend, toch? Nou, hè? Wil jij op deze zitten? Nee hoor, nee. We gaan het zien. Ja. Ik ga straks een echootje maken en dan
hoop ik, dat ze goed liggen. Ja. Moet ze goed liggen dat ze meer naar beneden liggen? Want ik neem aan dat ze Ze mogen niet in stuit liggen. Oh, oké. Want ik neem aan, ze zijn nog niet helemaal ingedaald. Nee, de laatste keer lagen ze in hoofdligging, dus lagen ze goed. Maar ze zijn nogal draaierig, dus het kan zijn dat ze weer stuit liggen. En dan zal het waarschijnlijk een keizersnee gaan worden, maar dat is even afwachten dus. Hoe gaat het? Ja, heel goed. Ja, spannend. In principe kunnen vrouwen ook van een stuitbevalling bevallen. Tuurlijk kan het advies zeker zijn op het moment dat een kindje in stuit ligt, van misschien is het een goede reden om een keizersnede te doen. Maar in principe kunnen vrouwen ook bevallen van stuitbevallingen. Alleen zijn we tegenwoordig heel erg de technieken verleerd een beetje, omdat we heel snel overgaan op een keizersnede. Ik heb trouwens een video gemaakt over stuitligging en over stuitbevallingen. En die zal ik hierboven even voor je linken. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan kun je die ook nog gaan bekijken. Nou, eigenlijk valt mama nog wel mee. We gaan het wel zien. Meer hoe ze liggen vind ik meer spannend nu. Snap ik, ja, want u had telefonisch aangegeven het gevoel te hebben gehad dat ze misschien... Nou ja, ze draaien elke keer, dus het zou me niks verbazen als ze weer omgedraaid zijn, inderdaad. Dus, Nou, dan stel ik voordat we iets anders doen, dat we meteen met de echo kijken hoe ze liggen. Helemaal goed. Vind je dat goed? Ja. Prima. Ze zijn gewoon nu al helemaal ondeugend. Lekker eigenwijs. Ik zie een hoofdje beneden, het eerste kindje. Die ligt met het hoofdje mooi naar beneden. Dat zie je hier, dit is het hoofdje. Oh ja. Dus dit is heel goed nieuws? Dit is heel goed nieuws. Ik krijg er bijna een zweetaanval van hier. En hoe de tweede ligt, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als het eerste kindje geboren is, dan kan het tweede kindje van ligging wisselen. Dus hoe het baby nu ligt, dat zegt eigenlijk niet zoveel voor de bevalling. Het tweede ligt met het hoofdje hier. Het is goed, man. Nou, super. Ik ben er blij van. Maar wat ik dacht, die is toch omgedraaid. Want die lag dus vorige week wel andersom. Maar in ieder geval, de eerste ligt goed. Dat is het belangrijkste. Nu de keizersnede uitgesloten is, kan Samantha zich voorbereiden op een inleiding. Oftewel het kunstmatig op gang brengen van een natuurlijke bevalling. De inleiding kan enkele... Dat is echt de verkeerde woordkeuze. Kunstmatig op gang brengen van een natuurlijke bevalling... Dat bestaat natuurlijk niet echt. Ik bedoel, hij bedoelt zeer waarschijnlijk het kunstmatig op gang brengen van een vaginale geboorte. Dat is wat ik denk. Want het kunstmatig op gang brengen van een natuurlijke bevalling. Ja, kunstmatig is natuurlijk al niet meer natuurlijk. Maar anyway, ga verder. De dagen duren en daarbij worden de hartslagen van de baby's constant gemonitord. Kijk hoe mooi. Keurig. Zit er soms veel verschil tussen de twee baby's? Ja, sommige, elke baby heeft eigenlijk zijn eigen basis hartfrequentie. Dus er zit zeker wel verschil tussen beide kinderen vaak. Maar soms zitten ze heel dicht bij elkaar. Dus dan is het soms heel moeilijk om te zien of we nu één of twee baby's hebben. Maar je ziet dat één baby rond 150 zit en de ander rond 145. Dus dat is mooi om het verschil te zien. Gaat goed zo. Bij Samantha worden de hartslagen van de tweeling nauwlettend in de gaten gehouden. Ook Samantha's vriendin Suzanne is aanwezig om haar te ondersteunen bij haar aankomende bevalling. Het is toch gek, hebben ze dadelijk weer zo'n klein babytje. Ja. Het is toch gek idee, dat in je buik kan Omdat een van de hartslagen lastig te registreren valt, besluit gynaecoloog Linda inwendig onderzoek te doen. Ik ga eerst voelen om te kijken of je ontsluiting hebt. Mm-hmm. Want als je ontsluiting hebt en dan kan je vliezen breken, dan kan ik ook een inwendige registratie inbrengen. Een draadje op het hoofdje van de baby, waardoor we zeker weten dat we baby registreren. Ja. Je knieën naar buiten laten zakken en met de billen nog een stukje naar buiten komen. Hier voelen. Je hebt nu zo'n ruime 2 centimeter. Dat is goed. En hier kan ik wel de vliezen opbreken. Oh, kijk. Ze hebben hem even nog even. Het vlies van de vruchtzak wordt handmatig gebroken door er met een lange, dunne naald in te prikken. Zijn de vliezen gebroken? Dat is een klein beetje putwater. Nu de vliezen zijn gebroken en de hartslagen weer gemonitord worden, kan het inleiden beginnen. Hier zijn die dingen. Je gaat beginnen. Dat is goed. Ze hebben nu ervoor gekozen om een inwendige registratie te doen om de hartslag van de baby te monitoren. In principe wordt eigenlijk altijd in eerste instantie die 2 puks
op je buik geplaatst om daarmee de hartslag van de baby in de gaten te houden. Maar baby's bewegen natuurlijk ook in de buik. En nou, zij beweegt niet zoveel, want zij ligt op bed. Maar op het moment dat je babytje dan beweegt, dan kan het dus zijn dat ze de registratie van de hartslag verliezen. En dan kunnen ze er dus voor kiezen om eventueel om een inwendige registratie te doen. Dat wil zeggen dat ze een heel klein draadje op het hoofdje van het babytje schroeven. Zodra die in contact staat met het kindje, krijg je een continue registratie. Er is heel wat voor te zeggen. Sommige vrouwen willen absoluut geen inwendige registratie. Het voordeel daarvan is dat ze continu de baby kunnen registreren als ze dat dus heel graag willen. Zij wordt ingeleid, dus dan is het vaak wel fijn om te zien hoe reageert de baby op het inleiden van de bevalling. Dus dat ze dan continu de hartslag weer monitoren. Aan de andere kant heeft het ook een nadeel dat het en de vliezen gebroken moeten worden. Dat is super jammer, want ze is nog niet eens in de bevalling. Ze is nu nog niet eens aan het bevallen en ze breken de vliezen al. Vliezen hebben hele mooie functies voor de baby in ons lichaam. Het zorgt onder andere voor dat de baby makkelijker kan bewegen. Dus als hij nu nog niet optimaal voor de uitgang ligt door dat vruchtwater, kan hij makkelijker met zijn hoofdje bewegen en de juiste positie vinden. En daarnaast zorgt het ervoor dat de weeën minder intens zijn voor het kindje, omdat die vruchtzak eigenlijk als een soort van airbag dient voor de baby. Dus op het moment dat we die gaan breken, dan verliest de baby die vruchtzak, waardoor die weeën veel intenser worden en ze beginnen nu pas met inleiden. Dus daardoor kan het voor het kindje moeilijker worden om met die weeën om te gaan. Nou goed, zij heeft ervoor gekozen, denk ik bewust, om de vliezen wel te laten breken en voor die inwendige registratie. Is heel mooi voor haar, want de baby wordt goed gemonitord als dat haar geruststelling geeft. En ze kan hierdoor makkelijker en vrijer bewegen. Dus op zich heeft dat zijn voordeel daarin. Dus dat zijn allemaal opties die je ook voor jezelf kan overwegen. Wat zou ik daarin willen? Ten eerste wil ik continue registratie. Heb je ook een keuze. Je kan ook kiezen voor intermittent registratie. Je kan kiezen voor een uitwendige registratie. Dus met die puks op je buik. Of een inwendige registratie. Dus er zijn heel veel opties waar je voor kan kiezen. Dus belangrijk ook voor jezelf om daar van tevoren eens over na te denken. Van wat zijn mijn wensen daarin? Wat zijn de voor- en nadelen van elk? En waar zou ik voor kiezen? Je krijgt zo'n infuus. Ja. Uit het infuus nemen we wat bloed af. En daarna wordt via het infuus weeënopwekkers gestart. Dat is oxytocine. Beginnen we op een lage dosering. En afhankelijk van hoe jouw lichaam daarop reageert, hoog of je stapt steeds een klein stapje op totdat je echt weeën hebt. Ja. Dat kan even duren voordat je wat voelt. Maar dat kan ook zijn dat je vrij snel al wel echt wat voelt qua weeën. En dat houden we gewoon in de gaten. Nou, maar het gaat gebeuren. We gaan ervoor. Hè? Gaan we starten met het weeënhormoon. We beginnen met een hele lage dosis en dan gaan we elke 20 minuten ophogen. Ja. Elke 20 minuten vind ik echt heel snel. De meeste ziekenhuizen doen ze wel elke 30 minuten of elk uur. Je kan er zelf voor kiezen wat jij fijn vindt. Kijk, weeënopwekkers zullen niet direct hun werk gaan doen. We moeten ook ons lichaam de kans geven om daarop te gaan reageren. Dus zeggen van ik ga elke 20 minuten ophogen. Dat is echt heel snel. Ons lichaam zal echt niet zo snel reageren op die weeënopwekkers. Dus je kan er ook zelf voor kiezen om of ieder uur op te hogen of ieder anderhalf uur. Weet je mag zelf bepalen van wat is een tempo dat ik voor mezelf fijn vind en voor mijn lichaam en mijn baby fijn vind. Want elke 20 minuten vind ik wel echt heel snel. Misschien willen ze er vaart achter zetten, ik heb geen idee. Maar goed, zij zou natuurlijk daarin een keus kunnen maken, hè, wat zij fijn vindt daarin. Daarnaast is voor een inleiding ook belangrijk om in beweging te blijven. Dus als jij gaat lopen door de kamer of op een geboortebal gaat zitten bouncen, dat zorgt ervoor dat die baarmoeder ook geprikkeld wordt om iets te gaan doen, om in actie te komen, om weeën te gaan maken. Dus en dat infuus voor de ingeleide bevalling, maar daarnaast kom ook in beweging. Dus blijf niet de hele tijd liggen. Want dan wordt je baarmoeder minder geprikkeld om ook iets te gaan doen. Dus kom ook uit dat bed en ga lekker bewegen. Ja, en nu gaan we door. Ja, nu gaan we doorpakken. Over 3 uur zijn ze er. Nou, dan vreet ik echt mijn schoenen op. Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Dat zou hoor. Kunnen. Het verbaast me niks. Samantha gaat haar weeën optimistisch tegemoet. Het is 8 uur sinds Samantha zich meldde voor de geboorte van haar tweeling. De weeën zijn begonnen en Samantha weet deze goed weg te puffen. Ze krijgt hierbij steun van haar vriendin Suzanne, Bobby en gynaecoloog Marjolein. Ja. Hard aan het werk nu. Oeh. Nou. Ik ben gewoon druk hoor. Ja? Ja. Zullen we eens kijken wat er is gebeurd? Doe maar.
Spannend. Je benen een beetje optrekken en een beetje naar me toe komen. Wil je het weten? 5-6 centimeter. Maar vanaf 5 centimeter, dan gaat de trein dan, zeg maar. Dus eerst een stukje is altijd wat langer. En daarna ga je echt vaak snel. Dus ik verwacht dat dit wel hopelijk snel gaat. Als ik je zo erbij zie zitten. Ondanks de hevige weeën is Samantha vastberaden om zonder pijnstilling te bevallen. Ik vind dit soort commentaar van die presentator, ik vind dat echt vervelend. Ze wil zonder pijnbestrijding bevallen. Ja, pijnbestrijding is niet de norm. We hebben ook heel veel technieken om op natuurlijke manier verlichting te vinden voor een bevalling. Dus ik vind dat echt heel vervelend commentaar. Alsof pijnbestrijding de enige optie is om een positieve geboorteervaring mee te maken. Dat is gewoon echt niet zo. Dus het commentaar vind ik vervelend. Daarnaast een aantal dingen. Ze ligt nog steeds in bed. Misschien is dat voor haar comfortabel. Ik verwacht van niet. Want voor de meeste vrouwen is in bed liggen echt het meest oncomfortabele wat er is tijdens een bevalling. Dus kom alsjeblieft dat bed uit en ga bewegen. Ga op de geboortebal zitten. Ga op handen en knieën zitten. Ga eventueel onder de douche. Dat kan ook gewoon met een ingeleide bevalling. Dat maakt allemaal niet uit. Maar zorg ervoor dat je die comfort kan vinden. Daarnaast vind ik het een super medische bevalling. Echt, als je kijkt naar die kamer, dan denk ik echt, ja, maak er iets sfeervols van. Maak er iets gezelligs van. Maak er iets romantisch van. Weet je, het is wel de geboorte van je kindje. En ook al is het een ingeleide bevalling, ook al ben je in het ziekenhuis, ook al lig je aan monitoren en een infuus, je kan er alsnog voor kiezen om de lichten gedimd te houden, om elektrische kaarsjes neer te zetten, om een fijne muziekje aan te hebben. En daarnaast, ja, die vriendin die continu op haar mobiel zit, ja, misschien is het een momentopname, maar dan denk ik, ja, ook de energie die jij meebrengt als geboortepartner en als ondersteuning in die geboorteruimte maakt een super groot verschil. Weet je, ben aanwezig. Zorg voor haar en geef haar comfort en geef haar tips of tegendruk of weet je, manieren om haar te ondersteunen. Daarnaast zei ze ook van je bent nu op 5-6 centimeter en hierna gaat het veel sneller. Klopt ook. Vaak zijn die eerste 3 centimeters, die duren het langst. En dat is dat moment dat die baarmoederhals eerst korter, dunner en weker moet worden. En daarna gaat die ontsluiten. Dus dat hele stuk, die eerste 3 centimeters, die zijn vaak het langst. En daarna gaat het een stuk sneller. Zij is natuurlijk al 2 keer bevallen. Dus zeer waarschijnlijk zal het niet heel lang meer duren. Zou ze het nou willen versnellen, het proces, dan zou ik adviseren om in beweging te komen, want dat stimuleert die baarmoeder. Zorgt er ook voor dat de baby meer gaat drukken op die baarmoedermond, waardoor er meer krachtigere weeën ontstaan, waardoor de ontsluiting sneller zal vorderen. Dus dat zijn allemaal tips die je ook voor jezelf kan meenemen in de geboorte, als dit eventueel een scenario zou zijn dat je zou herkennen tijdens je eigen bevalling. Het gaat wel heel snel, jeetje. Dan trekken wij het er wel uit. Ja hoor, dan regelen wij het. In Leiden laat de volledige ontsluiting van Samantha niet lang meer op zich wachten. De weeën volgen elkaar in rap tempo op en ze krijgt het steeds zwaarder. Een goed teken, schat. Hij wil er gewoon uit. Kijk goed aan, oké? Voel je mijn vingers? Man. 9. Niet te houden, ja. Het is niet te houden. 9. Mijn goede. Supergoed, joh. Snel, joh. Zelfs. Mij gaat nu de trein rijden, maar de trein gaat heel hard. Ik lag al half in de kreukels, maar jij bent echt. Ja, nee, doet het super hoor. Zo. Je bent gewoon supermama. Nee, super. Nou, dat weten ze gewoon. Dat wisten we al. Ja. We willen erbij. Ze moeten er nog zijn voordat mijn kinderen naar bed gaan. Ja. Dat hou ik echt niet tegen. Ik vind dit.
Kijk, ze ligt natuurlijk nog steeds in bed. Je ziet aan haar dat ze oncomfortabel is. Dus ik zou echt gewoon, ook als al die medewerkers, hè, want er staan 4 mensen in die kamer. En niemand stelt aan haar voor om uit dat bed te komen. Om misschien te gaan staan of misschien te hurken. Handen en knieën te gaan zitten. Zal ik een geboortebal voor je pakken? Niemand die stelt iets voor. En dan denk ik, kom op jongens. Om een vrouw comfort te brengen in de bevalling. Heeft ze iets meer nodig dan alleen een bed. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Daarnaast vind ik het super jammer dat ze zo gefocust zijn nu op die ontsluiting. Want zij geeft aan van, ik hou het niet meer. En ik voel echt die druk om te persen. En dan gaat ze weer een inwendig onderzoek doen. Terwijl ze waarschijnlijk 5 minuten geleden ook een inwendig onderzoek heeft gedaan. Om te kijken of er al die volledige ontsluiting is. Terwijl ik denk, ja, wat een vrouw aangeeft is ook heel belangrijk. Laten we niet zo focussen en continu dat inwendig onderzoek doen. Om maar te kijken van, oeh, is het al volledig open? Luister eens naar de vrouw. Kijk eens naar haar. Hoe voelt zij zich? Hoe kan ik haar comfort geven? En hoe kan ik haar mee laten doen met wat haar lichaam aan het doen is? Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Het is een tweelingbevalling, oké. Het is een ingeleide bevalling, oké. Maar het hoeft niet allemaal zo medisch te gaan. Het kan ook nog steeds, wat voelt zij? Hoe kan ik haar comfort brengen? Wat zegt ze? Dus laten we daar iets meer op focussen in plaats van alleen maar op de monitoren en die ontsluiting. Dat vind ik gewoon een beetje jammer aan deze bevalling. Wil je volgende week maar gewoon mee te duwen? Gaan kijken wat er gebeurt. Okay. Weet je nog een beetje hoe het moest? Adem je diep in. En dan zet je een beetje kracht naar onder toe. Een tweelinggeboorte kent een verhoogd risico op complicaties. Meerdere artsen zijn daarom opgeroepen om gynaecoloog Marjolein bij te staan. Duw maar. Oh. Juist, dat is het. Sorry, maar die toeschouwers hoeven toch niet 1, 2, 3, 4, 5 en een gynaecoloog die bezig is. Maar 5 mensen die staan naar haar te kijken zo. Te kijken of ze het goed doet. Terwijl ze daar gewoon wide open. Ja, misschien kan het haar niks schelen hoor. Maar ik denk dat de gemiddelde vrouw het niet heel fijn vindt. Dat je daar gewoon in volle verlichting met je benen wijd. Met 5 mensen die naar je staan te kijken of je het wel goed doet. Ja. Sorry, maar come on, maak het iets mooier, maak het iets liefdevoller, maak het iets specialer, maak het iets meer geborgen. Oh, er zijn zoveel manieren hoe je dit beter zou kunnen doen dan zo. Maar goed, misschien vindt zij het helemaal niet erg en misschien denk jij nu ook van waar heb je het over, dit is toch helemaal niet erg. Maar ik persoonlijk zou dit niet fijn vinden. Ik zou persoonlijk hiervan echt op slot gaan en ook echt zeggen van, sorry, maar kunnen er iets minder mensen tussen mijn benen gaan staan? Maar wie ben ik? We gaan verder. Je weet het zelf heel goed. Goed, Sam. Heel goed. We zijn er bijna. Heel goed doe je het. Heel goed. Kom op. Heel goed. Zit de benen er nog of niet? Jawel. Zit hij er nog? Ik zie het hoofdje al. Hallo. Ik heb het laatst in sport. Oh, die moest echt opvangen. Die schoot er echt uit. Dat was een soort lancering. En ja, wow, dat ging snel. Maar kleintje mini, de eerste. De eerste is geboren, wat lief. Oh, wat gelanceerd, ja. Hallo. Wauw, gefeliciteerd! Ja, maar vast. Wil jij even echo kijken? Oh, man. Hey. Hoe heet hij? Eerste kleine, of mag ik dat niet weten? Dat mag, dat is Jack. Jack? Wauw, Jack.
Samantha krijgt maar korte tijd om op adem te komen. Binnen enkele minuten zal ook baby 2 indalen. Perfect. Super hoor. Nou moet Jack het zelf doen. Ja, ik heb hem hier mee hoor. Ja, ik voelde al dat het... Direct na haar eerste bevalling maakt Samantha zich klaar voor de tweede. Bobby heeft de taak van fotograaf op zich genomen. En er is wederom een vriendin gearriveerd om Samantha bij te staan. Nou, nog één, kom gauw. Echt, wat een circus. Dit kan je gewoon nu na coronatijd gewoon niet meer voorstellen. Dat die hele kamer vol staat met mensen. Supermooi voor haar hoor. Want als dat de ondersteuning is die zij heel graag wil. Super fijn dat dat kan. Maar dit kan je gewoon nu bijna niet meer voorstellen. Dat die hele kamer vol staat met mensen. Een klein circusje. Een klein circusje tijdens de geboorte. Hey, schat. Nou, ik heb al geweest. Even kijken, ja. Gynaecoloog Freek checkt hoe de tweede baby ligt. Maar hij heeft geen goed nieuws. Ja, stuit liggen. Ja. Is hij al een beetje naar beneden? Komt echt. Bij een stuitligging kan overgegaan worden tot een spoedkeizersnede. Maar aangezien de baby al is ingedaald, heeft persen nu de voorkeur. Na deze wee, check even bij je vriendin neerleggen. Want dan kan jij een beetje focussen op die weeën. Mama. Mama komt zo schat. Zullen we je benen in de beensteunen doen? Want dan lig je helemaal goed voor, want het kleine gaat in stuit komen. Dit is ook een keuze die je zelf kan maken. Hè? Kijk, ze zeggen dan van er komt nu een stuitbevalling aan. Dus dan is de voorkeur een keizersnede. Waarom? Er is al volledige ontsluiting. Er is net al een kindje doorheen gegaan. Dus het zal waarschijnlijk voor het andere kindje geen probleem zijn om er doorheen te komen. Dat is gewoon het voorkeur van het ziekenhuispersoneel. Maar wat is jouw voorkeur? Wil je alsnog kijken of proberen voor die stuitbevalling? Dat mag. Die keuze heb je gewoon. En daarnaast halen ze nu het andere babytje weg. Die keuze heb je ook, hè, aan jezelf. Van wat vind ik fijn? Wil ik het kindje gewoon lekker bij me houden? Of dat de vriendin naast me staat met het kindje nog wel tegen me aan? Dat kan ook. Hè? Maar goed, vind jij voor jezelf fijn? Dus daar kan je voor jezelf gewoon keuze in maken. Ik vind deze houding ook heel apart dat ze hiervoor kiezen. Want ze zeggen ja, we willen nu dat je onderuit gaat liggen met je benen in de beugels. Want dan lig je er goed voor de kleine, want die gaat in stuit komen. Dan denk ik, nou, dit is niet echt de optimale houding voor een kindje dat in stuit komt. Een kindje wat in stuit komt, heeft iets meer ruimte nodig om geboren te kunnen worden. Wat betekent dat we er en voor willen zorgen dat dit heiligbeen aan de achterkant mee kan bewegen met de geboorte van het kindje. Op het moment dat we hierop gaan liggen, dan kan hij niet meer meebewegen. Dus wat we willen is juist niet op ons rug liggen. Dus of op ons zij liggen. Maar bijvoorbeeld op handen en knieën zorgt er ook voor dat we met het geboortekanaal gaan meepersen. Want die loopt zo. Dus als we op ons rug gaan liggen, dan gaan we tegen de berg inpersen. Dus willen we meer ruimte creëren voor ons kindje, want die ligt in stuit, maar ook gewoon überhaupt voor bevallingen. Dan is het belangrijk om bijvoorbeeld op handen en knieën te gaan zitten. Meer ruimte voor het kindje. We gebruiken de zwaartekracht. Het staartbeen kan erachter gaan staan, waardoor de geboorte voor een stuitbevalling en een stuitkindje veel makkelijker wordt. Dus wat zij nu zegt van we nemen deze houding aan, want dat is beter voor het kindje, dat is gewoon niet waar. Dat is door hun bedacht, denk ik ooit. Of misschien voor hun makkelijker om zo de uitgang te zien. Maar dat is echt niet waar. Dus heb die kennis ook, hè? Heb die kennis van tevoren van wat is voor mijn kindje makkelijker om geboren te worden? Wat is voor mij makkelijker om dat geboorteproces doorheen te komen? Al die houdingen, al die technieken leer ik je ook in mijn online cursus Creëer Droombevalling. Dus mocht je dat interessant vinden om meer te weten over houdingen, welke reis je kindje door het bekken maakt en hoe we ervoor zorgen dat die reis vergemakkelijk wordt, dan zou ik zeker adviseren om eens een kijkje te nemen naar mijn online cursus. Ik zal hem hieronder in de beschrijvingen ook even linken. Dan kun je daar hierna eventjes naar gaan kijken. Het blaadje komt op. Nee, wat is goed. Ik ben niet aanraken. Ik vind je schat, maar daar kan ik echt niet tegen. Oh.
Volgens mij wil ze niet worden aangeraakt, hoor. Wilde ze volgens mij niet worden aangeraakt. Gaat het, Suus? Ja? Hij is aan het kijken en aan het luisteren. Ik ben echt verliefd. Ja. Ik hou hem. Oké, vliesje gebroken. Oké. Volgende week mag je gewoon... Volgende week mag je gewoon meeduwen weer. Dan komt die kleine zode ook waarschijnlijk net zo'n sneltreffer. Achteren. Heel goed. Het is goed hoor, we zien het weer naar oma. Kleine is al aan het poepen. Zien we al. Duw maar. Keurig. Heel goed. Super. Het gaat hartstikke goed. Heel goed. Duw maar. Oh. Ja, even goed. Hou vol. Goed zo. Duw maar een beetje. Je kan het, schat. Je kan het. Hij is er bijna. Hij is er echt bijna. Duw nog maar een beetje. Een klein beetje. Het onderlichaam is al geboren. Alleen het hoofdje zit nog klem. Heb je nog een beetje? Dit kan heel angstig klinken van het onderlichaam is geboren, alleen het hoofdje zit nog vast. Dat is heel normaal bij stuitbevallingen. Eerst wordt natuurlijk de beentjes geboren. Waarschijnlijk worden de billetjes geboren. Dan schieten de beentjes er op een gegeven moment uit. En dan zit het hoofdje nog vast. En dan bij de volgende wee wordt het hoofdje ook geboren. Maar dat is heel normaal. Het gebeurt eigenlijk nooit dat het zo ploep, alles er in één keer uitgeboren wordt. Dus eerst het lijfje en dan bij de volgende wee het hoofdje. En dat is heel normaal. Dus dit klinkt heel beangstigend. Maar dat is echt bijna standaard zo bij stuitbevallingen. Auw! Oh, hartstikke goed. Hallo. Oh. Hallo kind. Met zijn 7 pond is baby 2 een stuk groter dan zijn broer, die met 5,5 pond geboren werd. Hallo. Wat goed. Ja, de afstand is niet super lang. Katja. Hallo. 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 Oh, die deed wel een stuk zuurder. Dus nou, ja. En die was ook een stuk groter. Oeh. Ja, zo goed gegaan. Oh. Hoe heet de tweede baby? Josh. Jack en Josh. Welkom op de wereld allebei. De trotse Samantha knipt zelf de navelstreng door. Zelf doen? Als het lukt. Kan je het zien? Gaat dat niet sluiten? Ja, misschien een beetje. Perfect. Supergoed. 2. Voor de. Hoe bizar is dit? Nou, mooi is zo. Kerels. Wat een knappies. Nou, hè? Lege. Hij is echt een stuk kleiner, zeg. Nou. Oh, wat lief. En hoe bijzonder. Dat einde. Dat ze dan opeens 2 baby's op de borst hebt. Dat is toch echt het meest... Wauw, echt. Maar hoe knap gedaan ook. Echt zo knap van haar gedaan. Ik ben er echt sprakeloos van. Ik vind het echt een hele mooie bevalling. Kijk, er zijn absoluut dingen waarvan ik denk van... Ja, nou ja, had anders gekund. Maar goed, weet je, als zij hier blij mee was... En als dit haar keuzes waren, dan was het echt een topbevalling. Een vaginale bevalling, tweeling, eentje in hoofdligging, eentje in stuitligging. Ik vind het super knap gedaan. Ik vond de gynaecoloogondersteuning super mooi. Heel kalm, heel relaxed, heel lief en zacht. En daar hou ik zelf persoonlijk heel erg van. Dus dat vond ik heel erg mooi.
zijn zeker een aantal dingen waarvan ik dacht, dat zou ik anders hebben gewild als ik degene was die daar had gelegen. Maar goed, zo ieder zijn eigen keuzes daarin. Ik hoop dat jij het ook een hele leuke aflevering vond om naar te kijken. Ik vond het in ieder geval een hele leuke aflevering om te zien en om commentaar op te geven. Heb je het nog niet gedaan, vergeet deze video niet aan een like te geven. Een reactie voor me achter te laten als je heel veel liefde aan mij wil geven. En je te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je heel graag terug in een van mijn volgende video's. Bye!